Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer in een nieuw jaar met een nieuwe set en een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En mijn eerste gast dit jaar voor de nieuwe editie van Q-Time is de heer Fabian Pro-Marman. Dat is niet zijn echte naam en hij doet heel veel dingen en hij gaat me dat zo meteen helemaal vertellen. Q-Time. Hi Fabian. Hoi. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het uitsteken. Ja. Ik ja. ben de eerste gast in het nieuwe jaar in mijn nieuwe, nieuwe cozy setting. How do you feel? Het voelt goed aan. Ja, nee, ja. Daar ja. ben ik blij. Fabian ProMarMan. Mm -hmm. Ja. Gaan we je echte naam gebruiken of gaan we het op die houden? Uh, weet je wat het is? Uh, okay. Mijn echte naam is natuurlijk Fabian Seymour. Mm -hmm. En promarman.com, zo heet het bedrijf. Mm -hmm. Ja. 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 Promarman.com. Ja. Wat is dat? Wat, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Oké. Okay. Promarman.com staat dus voor Promotion marketing, management, communication. En het laatste, als je niet communiceert, kan je dus geen van die drie dingen doen. Hey, 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 hey. Ja. Jullie hebben het helemaal goed gezien. Of jullie hebben het helemaal goed gezien? We hebben het zeker goed gezien. Nou, het is wel een hele man-val, Promarman.com. Ja. So, hoe is dat tot stand gekomen? Uh, laat me zo beginnen. We zijn met uh, Legacy Entertainment toen begonnen in Suriname. We zijn toen met hip-hop begonnen mm. uh, om de artiesten te, promo te promoten, events te organiseren. Maar toen hebben wij dus heel snel gezien dat andere genres van muziek. Uh, problemen hadden. Mm. Uh, dus qua promotie en dat. En toen, hebben we, uh, toen zijn we dus in 2015 zijn we dus, uh, met promarman.com gekomen. En promarman.com, dat wil zeggen, als je nou salsa doet, als je nou bachata doet, als je nou reggae doet, als je een goede promotie wil, mm. ja, dat mensen weten wie je bent en wat je doet, daar maakt promarman.com zich sterk voor. Oké. Okay. Want dan wil ik direct komen. Wat moet er verstaan aan deze promotie? Want iedereen zegt van ik ben. Ik doe promotie. Dus een post hier op Facebook. En en, en we gaan uh, even op een, een, een filmpje maken en zo. So, wat, wat houdt jullie promotie daar eigenlijk in? Wat moet. Iemand die thuis zit en denkt van oh my god ik doe salsa ik doe reggae ik doe ik bachata ja. wat moet ik doen um, Suriname kent weinig artiestenpromoters dus ik ben een artiestenpromoter en dat betekent als je je muziek hebt gemaakt ja je bent in de studio geweest je hebt je nummer opgenomen je hebt je videoclip gemaakt maar uiteindelijk moet je een promotieplan uitzetten dus dat betekent de radio de kranten de televisie het begint je gaat je muziek opsturen naar ons. We gaan het screenen. Mm -hmm. Ja, wanneer we het gescreend hebben, het is goed bevonden, dat wil zeggen, dan kan je een consult nemen. Dan gaan we zitten, dan gaan we praten van hoe we de promotiewerkzaamheden dus gaan uitzetten. Dus ik loop fysiek met jou. dus Stel jij bent de artiest, mm -hmm. loop ik fysiek met jou naar alle radiosenders, naar de verschillende televisiezenders. En ervoor zorgen dat we de promotie zo breed als mogelijk doen. Dat Suriname weet wie je bent en wat je bent. Je allemaal doet of dat je met een nieuw nummer bent gekomen dat is wat we doen nice nice het is, is een heftige job vooral nu zeker weten dat betekent het uh, soms zijn het slapeloze nachten maar goed als je voor het werk hebt gekozen dan gaan we niet klagen dan moet je het gewoon doen precies als je voor het werk hebt gekozen mm -hmm. hoe heb jij voor dit werk gekozen like, waar is jouw liefde voor het promoten van andere mensen hun, 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 hun kunst hun kennis, hun talent? Um, Ten eerste hou ik heel veel van muziek. Mm -hmm. Daar is het begonnen. Dus net wat ik heb gezegd, legacy entertainment, zijn we met hip-hop begonnen. Mm -hmm. Met verschillende artiesten gewerkt, Als Ori, Lowboy. Mm -hmm. En zo kunnen we verder gaan. En daar is die liefde gaan groeien. Maar die liefde is nog meer gaan groeien. Want het is leuk om dat buitenlands ding te horen op de radio. Maar onze eigen Surinaamse mensen zijn overal ter wereld en doen goede dingen. Alleen, soms hebben ze die platform niet. Ja, als ze in het buitenland zitten, dat hun werk hier goed gedaan wordt, is wit is aan mm. En dat is de reden waarom wij ervoor hebben gekozen: om het zo goed als mogelijk voor ze te doen. Dat mensen weten, ongeacht waar ze zijn, wie ze zijn en wat ze allemaal doen. Dus daar is die liefde begonnen voor muziek. Ik houd heel veel van muziek en breed. Dus ik ben niet van een hoek, hoekje daar, nee, everything. Dat yeah. is nice, dat is nice. Oké, okay, dus nu is het bedrijf is er, jullie hebben duidelijk plek om um, artiesten onder jullie vleugels te nemen, om ze te helpen naar hogere hoogtes. Maar als iemand nu dan kijkt thuis, ze hebben een liedje uitgebracht, misschien hebben ze al een hele, hele mixtape uitgebracht en ze mm -hmm. weten niet hoe of wat. Um, wat Los van het consult, dus ze brengen het gewoon voor je of ze mm -hmm. appen naar jullie en dan... Uh, ja toch, je gaat het natuurlijk eerst appen, mm -hmm. we gaan ernaar luisteren. Ja, maar stel jullie vinden mijn muziek niet mooi. Dat gaan we je ook meteen zeggen, mm -hmm. daar hoef je niet eens te komen. Mm -hmm, dus Snap hier. je? Dus ik heb liever dat ik je meteen zeg of dat ik je voor de gek houden. Want uiteindelijk moet ik als die promotor samen met je lopen. Dus als het niet goed is, stel je stuurt het op en er zit veel taal in je muziek, bij wijze van spreken. Dan moet ik je adviseren: van luister, dit kunnen we niet naar de media brengen. Of je hoort een censor version van te maken, weet je? En dat die on-censor dan doe je er iets mee. Maar we gaan je altijd adviseren van wat beter kan. Voor hetzelfde geld is de kwaliteit van je muziek niet goed. Dan gaan we je ook adviseren. Want uiteindelijk. Uh, vaak genoeg klagen we heel veel in Suriname over ja, maar dit, dat buitenland, dat ja, daar zijn er mensen die je gewoon street in je ogen aankijken, die je gewoon zeggen van luister, het product is niet goed of je mag nog meer gaan werken. En als het goed bevonden is, dan gaan we je ook zeggen van luister, het is goed, we kunnen hiermee aan de slag gaan. Nou, Suriname heeft meer van dit soort uh, directe mensen nodig die ze zeggen van hey. Raphaarander. Ik ga direct ermee door. Zeker weten. Als ik je voor de gek houd, dat doe ik mezelf toch? Want uiteindelijk, Winst Vijderij of Potte. Jij bent een Surinamer, ik ben een Surinamer. En ik wil mijn Surinaamse mensen niet voor schut zetten. Dus dat gaan we niet doen. Oké, okay. jullie hebben het gehoord, dat gaan we niet doen. Nee. Maar nu heb je al gezegd hoe het werkt. Dus mm -hmm. nu hebben al die aspiring artists en al die andere mensen hebben gezien en zeggen oké, okay, ik heb Promarman.com nodig. Mm -hmm. Hoe kunnen ze je bereiken? Waar kunnen ze jullie vinden? Social media kan je ons vinden. Mm -hmm. Als je intype uh, Facebook is heel makkelijk: mm -hmm. promarman.com. Uh, dan stuur je daar een berichtje of info.promarman.com Je stuurt ons een mail. We zijn makkelijk te vinden of je stuurt onze app. Ik bedoel, als je naar Facebook gaat. Ja, yeah, wat is het nummer dan? Is het 7597911? Mm -hmm. <laughs> dan kan je ook een app sturen mm -hmm. en dan kan je ons makkelijk vinden. Dus we zijn niet moeilijk te vinden. Nee. Ja. Helemaal duidelijk. Mm -hmm. Nou, ik vond het super fijn om te horen dat er gewoon mensen als jou of bedrijven zoals een voor jij werkt mm -hmm. bestaan die gewoon onze Surinamers willen helpen, naar hogere hoogtes brengen. Especially when it comes to their music career, want er is heel veel talent in Suriname. Zeker. Heel veel muziek wordt uitgebracht, gewoon unreleased, maar het, het bereikt gewoon de juiste kanalen niet. En om te weten dat er gewoon echt mensen zijn die dit goed kunnen begeleiden en gewoon en goed kunnen doen, manager vooral, de ja. managing part ook. Ja, Ja. 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 Nee, daar maak ik ons sterk voor um, en als promotor. Ik bedoel, uh, kijk, uh, net wat ik eerder heb gezegd. Er wonen verschillende artiesten met Surinaamse roots in het buitenland. Vorig jaar uh, zijn we met Samora richting New York geweest. I love Samora. Samora is amazing. Oké, okay. dus yeah. vorig jaar ben ik samen met Samora naar New York geweest. En Samora heeft dus de Caribbean yeah. Music Award gewonnen. Maar dat betekent, wij doen dus de promotiewerkzaamheden mm. van Samora in en Serenankondri. Wow. En zo zijn er dus verschillende artiesten die goede dingen doen, maar... Je weet wat we zeggen. Als je goed bezig bent, moet je gehoord en gezien worden. En daar is waar promarman.com zich sterk voor maakt. Nou, ik zou zeggen: ga je lekker sterk door naar mm fabienpromarman.com. -hmm. Mm -hmm. Ik vond het super fijn dat je vandaag, dit, voor dit jaar, mm -hmm. bij mijn nieuwe set en dit knusse decor, mm -hmm. de gast wilde zijn. En uh, ik wens je heel veel succes. En ik hoop dat ik gewoon nog meer werk mag jullie, van jullie mag zien. Want wat jullie met Samoa hebben gedaan, mm -hmm. hier misschien nog niet zoveel, maar wat ze daar buiten doen. Dankjewel. Ik wil jullie natuurlijk ook bedanken, weet je dat, voor de uitnodiging. Mm. En je weet wat we zeggen. Uno Saranasani, Sani, na Want als wij het niet doen, wie gaat het dan doen? Exactly. En daar gaat het uiteindelijk om. <laughs> Daarmee gaan we gewoon afzetten, dat is gewoon <laughs> supersterk. <laughs> <laughs> Vandaag hadden we FabianPromarmaan.com bij ons in de studio. En hij is een promotor. Hij managt en promoot gewoon artiesten die een setje in de rug nodig hebben, of een setje in hun rug nodig hebben. En gewoon. Ze gaan wijzen naar de juiste kanalen, waar ze moeten zijn, waar uh, ze gehoord zullen worden en ook gewoon het juiste advies dat daarbij hoort. Dus so als jij vindt dat jij deze hulp kan gebruiken, ga gewoon naar social media. Ze zijn op Facebook, promarman.com en, you know, get your consult, because they're going to help you. Bedankt voor de kijk en remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.